Steeds meer mensen zijn teleurgesteld in de politiek. En zelfs politici zijn teleurgesteld in de politieke elite. En daarover ga ik hebben met Peter, een zelfstandige hier in Eeklo. Hey Peter. Dag Tom, welkom bij Focus Informatica. Hartelijk dank dat je tijd zou vrijmaken. Op mijn tocht ben ik al veel mensen tegengekomen en ook heel veel mensen die vroeger op N-VA stemden en teleurgesteld zijn. En jij bent een van die tienduizenden, straffer nog. U bent 8 jaar gemeenteraadslid geweest, zelfs fractieleider hier in Eeklo. En ook jij bent teleurgesteld in de kracht van verandering. Inderdaad, want blijkbaar was die kracht dan toch niet zo heftig genoeg om de veranderingen door te drukken. Als je daar nog eens bijtelt dat een aantal mensen een ideologie gaan verloochenen om hun eigen belangen te bewerkstelligen of het oog op een post naar de toekomst toe, met valse beloften zal dat niet. Dat vraag je af, wat zijn we bezig? Uiteindelijk is de oppositie voer nog altijd met de vinger wijzen op elementen die tekortkomen om kritisch te zijn. Maar kritisch, dat mag dan niet, want dan ben je te heftig of dan ben je te frank, zo gezegd. En dat mag niet meer. We mogen blijkbaar geen kritische stem meer hebben in Vlaanderen. Ik ben op mijn tocht bezig en door mijn tocht ben ik door het prachtige Meetjesland gewandeld. En ik dacht, hier ga ik geen last hebben van vervreemding en verstedelijking. Maar zelfs hier in het mooie Meetjesland stelde ik toch vast dat de massamigratie ook tot hier is gekomen. Is dat een verkeerde indruk van mij of stelde u dat ook vast? Dat is de spijtige realiteit, concreet. Vroeger was dat meer een verhaal voor de grote steden zoals Gent. En nu drijft dat af naar Eeklo zelf. En dat is heel eenvoudig. Vanuit OCMW worden ze vanuit Gent gestuurd naar Eeklo, omdat de huurprijzen hier nog een pak lager lijken bijvoorbeeld dan in Gent. Dan heb je ook nog eens recent het Godshuis, het mooiste gebouw uit heel de streek, dat nu wordt ingenomen door heel wat asielzoekers. De overlast ginter is niet normaal, maar dat wordt allemaal schoon in de doofpot gestoken. U weet ook, daar zit geld aan verbonden. Ook de scholen hier kreunen onder de anderstaligen. Niks daartegen, zolang dat er inspanningen worden geleverd, maar je ziet heel veel mensen tot aan de schoolpoort een andere taal praten en eenmaal voorbij die poort moet dat kind de klik maken en dat gaat niet. U hebt zelf in de politiek gezeten. Heb je het idee dat die partijtoppers, die politieke elite, luisteren naar de echte problemen? Helemaal niet, helemaal niet. En het zou zelfs geen kwaad kunnen als er ooit een zwaar debat is, dat er uiteindelijk gewoon mensen van op de werkvloer, bijvoorbeeld leerkrachten, ook worden meegeïnviteerd op bepaalde zware vergaderingen, omdat er dan kan geluisterd worden en afgetoetst worden door de politiekers, die dan totaal momenteel de pedalen kwijt zijn, het gevoel niet hebben en echt letterlijk, het is een cliché, maar nog altijd in een ivoren toren zitten. En daar moet echt eens afbreuk van gemaakt worden, zodat er weer wordt geluisterd naar het gewone werkvolk, zoals ik, zelfstandige, ben maar een kleine zelfstandige, maar de verzuchting dat ik hier hoor van mede-zelfstandigen, van gewoon cliënteel, op alle vlakken is totaal Belgisch failliet aan het gaan. Punt. Ik heb het idee dat de problemen waar de politieke elite mee bezig is, dat dat niet de problemen zijn waar de mensen van wakker liggen. Ik heb zelfs het idee dat in die ivoren torens heel weinig zuurstof is. Want echt gezond verstand, dat vind je niet in de parlementen in Brussel. Echt gezond verstand, dat vind je in de volksstraat. Ja, klopt volledig. Bedankt voor je tijd. Bedankt voor je mijn tocht voor. De grootste teleurstelling in de politiek is misschien wel Bart De Wever en de N-VA. De kracht van verandering bleek in de praktijk meer van hetzelfde. Daarom betogen we op Pinkstermaandag om 2 uur aan het Centraal Station. Doe de politieke elite luisteren.